Mustafa, ben je ook blij dat het nu eindelijk om het echt hier gaat beginnen? Ja, tuurlijk. Je bent als speler altijd blij als je ergens voor speelt. En gelukkig is dat zondag zover. Ja. Volgens mij hebben jullie ook wel een goed gevoel overgehouden aan de voorbereiding. Ja, precies. We hebben niks verloren. We hebben goed voetbal laten zien. De tegenstander was misschien niet als vorig seizoen tegen betere tegenstanders. Maar ik denk dat wij onszelf goed hebben laten zien en dat we er klaar voor zijn. Ja, want de manier van spelen is een beetje duidelijk geworden in de voorbereiding. En dat pakt ook tegen heel veel tegenstanders goed uit. Ja, precies. We hebben ook de spelers ervoor om zo'n formatie te spelen. En bij wijze van spreken de druk zetten, hoe wij dat hebben getraind om dat uit te voeren. En dat ging in de voorbereiding goed. Ik hoop dat het in de competitie ook beter gaat. Ja, want vorig seizoen hebben jullie heel veel tegendoelpunten gehad. Dat is er helemaal uit. Nog maar twee tegentreffers gehad. Ja, precies. In dat opzicht zijn we goed bezig. En we staan als een team dit jaar. En vorig jaar hebben we dat een beetje nagelaten op sommige momenten dat we kopjes lieten hangen. Maar dat heb ik dit jaar nog niet gezien. Op geen één training heb ik echt het gevoel gehad van als we een tegengoal krijgen of als we tegenslagen krijgen, dat we zeg maar met de petten naar gooien eigenlijk. Dus dat gaat dit jaar ons gelukkig niet gebeuren. Nou, alleen de hoekschoppen tegen waren nog een klein probleempje. Tegen Volendam 2 en vorige week tegen Cambuur waren ze ook gevaarlijk. Is daar nog heel veel op getraind deze week? Ja, daar gaan we morgen met name aandacht aan besteden. Maar ik denk dat dat gewoon concentratie te maken heeft. Ik denk dat als iedereen 100% ook daarin geconcentreerd is, kunnen we zeg maar een wedstrijd net niet verliezen. De eerste wedstrijd is tegen Roda JC. Heb je al enig idee wat voor tegenstander je gaat treffen? Ja, we hebben vandaag in de beelden gezien met wat voor spelers zij ongeveer hebben gespeeld de laatste 2-3 wedstrijden. We weten nog niet exact hoe ze zullen gaan spelen en met welke spelers, maar dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Het gaat om ons en we spelen thuis. En als wij ons eigen niveau halen en goed spel laten zien, dat we de hele voorbereiding eigenlijk zo wat hebben laten zien, dan komt het goed zondag. Nou, vorig jaar hebben jullie 5 punten verspeeld tegen Roda, dat ook heel erg verdedigend speelde. Verwacht je nu weer zo'n tegenstander? Ja, in de beelden zag het er anders uit. Ik denk dat zij met een nieuwe trainer een andere formatie en een andere speelstijl hanteren. Dus dat is alleen maar beter voor ons. Ik weet niet hoe zij hier zullen komen. Maar daar hoeven wij ook niet echt bang voor te zijn of te gaan denken van wat gaan zij doen. Het gaat om ons. En als wij ons ding doen en laten zien wat wij kunnen, dan kan Roda doen wat ze willen. Maar dan blijven de punten hier. Ik ga ervan uit dat jullie gewoon spelen met het elftal dat vorige week ook tegen Cambuur speelde. Heb jij nog zorgen gemaakt over een basisplaats na die wedstrijd tegen Volendam? Ja, niet. Ik speelde geen goede wedstrijd tegen Volendam. Dat laat dat duidelijk zijn. Maar dat kan ook een keer gebeuren in de voorbereiding. Ik heb me niet zorgen gemaakt, maar ik bedoel, geen één speler heeft de garantie dat hij 100% zal gaan spelen. En iedereen weet ook binnen de groep dat ze 100% moeten geven en laten zien dat ze erin hoort te staan. En dat heb ik gedaan. De hele voorbereiding en ik sta er en ik ga dat ook laten zien in de competitie. Deze week kwam de seizoensgids van VI uit en allerlei journalisten mochten dan de eindstand voorspellen. PEC Zwolle werd genoemd op plek 9, maar ook op plek 16 en plek 17. Wat is jouw voorspelling? Ja, ik heb nog geen voorspelling. Ik bedoel, ik ken de andere teams niet, maar als ik kijk naar ons eigen team en hoe we er nu voor staan, denk ik dat we gewoon moeten gaan kijken dat we gewoon in de competitie blijven. Het is gewoon heel zwart-wit, dat is heel makkelijk om te zeggen. Maar ook als je kijkt naar onze selectie nu, is het niet breed genoeg om te zeggen we gaan Europees halen. Nog niet. Ik bedoel, ik hoop dat we, daar gaan we natuurlijk wel voor. We willen gewoon het hoogste gaan halen. Alleen onze hoofdprioriteit of ons hoofddoel is zeg maar om in de competitie te blijven. Ja, en het is heel belangrijk om goed te beginnen aan het seizoen, hè? Dat weten jullie als geen ander. Ja, precies. Vorig jaar zijn we een beetje te laat begonnen. Na de winterstop eigenlijk. Maar dat gaan we dit jaar hopelijk niet weer meemaken. Succes erbij, dankjewel. Ja.